We gaan naar een echte schietpartij, althans die wel plaats heeft gevonden, maar dan in een virtuele wereld. Want het wordt een van de grootste videogames, schietspelletjes uit de geschiedenis. Metal Gear Solid 5. Miljoenen wereldburgers gaan dat spel kopen uit Japan in september als het uitkomt. Met in de hoofdrol onder meer deze dame. Ja, je wordt er stil van. Quiet heet zij, tenminste in het spel. En het echt heet ze Stephanie Joosten, komt ze uit Limburg en ze is hier samen met Jeroen Trienes, game designer. Ja, ik moet zeggen, je lijkt wel, Stephanie, op dat computerfiguur, maar je hebt wel wat anders aangetrokken voor vandaag. Ja, dat is wel gepast, denk ik. Ja, dat is natuurlijk het eerste waar iedereen over begint, die beelden over uit dat spelletje ziet. Ja, klopt. Maar ik denk de mensen die Metal Gear Solid kennen, die er komen wat ongebruikelijke dingetjes in voor. Ja, zoals de kledij die je daar draagt. Ja, oké. En dat spelletje kennen een hele hoop mensen, althans mensen die computerspelletjes spelen. Jeroen, Trienes, want het is een van de grootste titels aller tijden. Ja, dit is echt huge. Ja. Er zit de hele game scene op dit moment op te wachten. Hè, wat dit gaat doen en hoe groot dit wel niet gaat zijn. Ja, en dat kost tientallen miljoen, $100 miljoen om het te maken. Ja, ja. En hoe bijzonder is het dan dat er een Limburgs meisje... Ja, heel bijzonder. Ik wist het niet. Dus de jongens bij mij op werk, die hadden zoiets van, meen je niet. Is dat echt, kom ze naast je zitten, et cetera, handtekeningen. Ze moeten daar nog even... Ja, serieus? Voor jouw collega's? Ja, moeten. Ja, maar dit is gewoon de Femke Jansen van de gamewereld wat dat betreft. Hoor. Want als je games ziet op dit niveau, absoluut vergelijkbaar met een Bond-reeks. Ja, James dan trek ik hem even door. Ja, ja, ja. Ja, okay, ja, ja, hoe je dat lot uit die loterij getrokken hebt, daarover zo meteen. Maar eerst wat je eigenlijk doet als je een hoofdrol speelt in het spelletje. Want dat zal voor veel mensen ook nog raar klinken. Dan ga je eigenlijk in een kamertje zitten met allemaal camera's om je heen. We hebben daar beelden van. Ja. En dan filmen die camera's. En dan? Mijn uiterlijk wordt ingescand eigenlijk. Dat is waar het mee begon. Maar dat is eigenlijk een heel simpel onderdeel. En dat is ook zo afgelopen. Want het grootste proces is eigenlijk de motion capture. En dan ga je echt het hele verhaal uitacteren. Dus dan beweeg je. Zoals je bijvoorbeeld met een geweer, zo, loop je dan rond en dat filmen ze dan ook. En dat... Ja, toevallig aan het eind van het filmpje zie je dat, geloof ik ook. Maar dan krijg je een pak met bolletjes aan die dan al je bewegingen precies waarnemen. Mm-hmm. En zo, hier loop je met dat pak rond. Ja, precies. En dan vertalen ze dat en dan zie je er zo uit in het spelletje. Ja. Maar dat heb je niet aangehad in die studio. Nee. Dat is nee. Wat vind je er zelf van als je jezelf zo ziet daar eigenlijk? Ja, het is wel bijzonder eigenlijk, omdat het is wel... Ik ben het, maar ik ben het ook weer niet. Dus een heel speciaal gevoel is dat eigenlijk. Heel vreemd. Ja. En ze kunnen een hele hoop al met deze techniek, hè? Ja, alles eigenlijk, hè. En met zoveel van dit soort dingen is het zo dat hoe sneller die technieken gaan, hè, dus die boxen met die spelletjes wat die erop kunnen, die consoles, hoe sneller dat die alles kunnen verwerken, hoe preciezer dat je die graphics kunt maken en hoe mooier dat het eruit gaat zien en hoe echter dat het eruit gaat zien. Nou, en iedereen weet hoe meer echt dat het is, hoe meer beleving dat je kunt creëren. Want waar hebben we straks nog acteurs voor nodig als we ze in films kunnen klonen? Ja, maar dat gebeurt al jaren, hè. Maar dat is juist wat mij verteld is juist dat het tegenovergestelde daarvan gebeurt. Veel mensen denken dat acteurs niet meer nodig zijn. Maar wat juist gaat gebeuren is dat acteurs rollen in computerspellen gaan spelen, zoals ze in een Hollywoodfilm zouden doen. Omdat die computerspelletjes steeds meer op films gaan lijken en ze steeds meer van dit soort scènes nodig hebben. Dus er is meer werk voor acteurs. Ja, want toch om het meest natuurlijke effect te krijgen heb je acteurs nodig. Ja. Want apart wordt ook nog eens de facial capture opgenomen. Dan krijg je allemaal puntjes op je gezicht die precies ieder subtiel bewegingje in je gezicht opnemen eigenlijk. Elk spiertje. Ja. Maar jij bent niet de enige acteur die bekend gaat worden. Je speelt met een hele bekende acteur. Dat is deze. Kiefer Sutherland. Ja, die zie je daar op de achtergrond staan. Hij lijkt er ook op. Hij heeft de facial capture wel gedaan als in de emoties en de uitdrukkingen en de stem. Maar het uiterlijk is weer op andere mensen gebaseerd.
Heb ik. Dus zijn stem zit erbij. Heb je hem ontmoet? Want dit is een scène met jullie samen. Nee, maar ik heb hem niet ontmoeten daarvoor. Ja, het zou wel leuk geweest zijn. Maar het wordt over het algemeen apart allemaal opgenomen. Mm-hmm. Hele aparte vorm van acteren. Want je ziet helemaal niet met wie je moet spelen. Je moet maar in het blauwe hinein acteren, zal ik maar zeggen. Ja, alleen voor het motion capture gedeelte bijvoorbeeld, dan is het wel meer als het ware dat je op een set staat. En zonder tegenspelers dan wel? Wel met tegenspelers, maar per personage zijn het niet altijd dezelfde mensen die hetzelfde personage spelen. Nou, is dat een Japans bedrijf die dit spel maakt? Het is ook een Japanner die het bedacht heeft. De ontwikkelaar is zo'n beetje de god van spelletjes. Ja, absoluut. Als je dan ook Kojima, het is op het moment dat je hem doortrekt naar de films, dan heb je het dan weer over, pak even... Quentin Tarantino. Huub Stapel, dat soort... je trekt het dan, oké. Okay. Ja, nee, klopt. En dat is ook weer een grootheid. Dus als je in die scene ziet hoe uitgebreid, hoe gigantisch dat het is, absoluut vergelijkbaar met Hollywood. Heb je hem ontmoet, die bedenker van het spel? Ja, zeker. Daar heb ik het meeste mee samengewerkt. Was dat? Want er zijn dus allemaal spelletjes van die dan in zwijm vallen dat jij hem een hand gegeven hebt. Dat is echt niet normaal. Dat is echt heel erg bijzonder. Ja. Nee, ja, echt ontzettend. Gewoon hoe creatief die te werk gaat. Dat is wel... Ja, het is echt heel bijzonder. Wat is dan creatief? Hij zegt, nu moet je bukken en nu moet je net doen of je schiet. Dat is dan het creatieve. Nou, nee, het is ook gewoon op de set waar hij met ideeën weer opkomt. Het is gewoon ook... wat je met een game kunt is echt weer zo anders. Je kan allemaal opties geven, omdat het verhaal anders kan gaan naarmate van de speler maakt bijvoorbeeld een bepaalde keuze en... En dat beslist dan hoe het verhaal in bepaalde richtingen... Ingewikkelder te bedenken dan een film. Ja. Ja. Hoe komen ze eigenlijk bij jou terecht? Ik heb auditie gedaan voor mijn rol. In Japan? Ja. Want daar woon jij? Ja, ik woon in Japan en ik werk als model. En op een dag had ik een telefoontje van mijn bureau dat er een auditie voor een computerspel was. Het was nog allemaal geheim welk computerspel, dus dat wist ik nog niet. Maar, en toen dacht je, want jij doet eigenlijk van die reclamespotjes bijvoorbeeld ook. We hebben wat kleine fragmentjes van reclamespotjes in Japan die jij doet, zoals deze. Ja, in het Japans. dit hoef je nou nooit meer te doen, Stephanie. Je bent nou helemaal binnen met die games, dus je hoeft nou nooit meer als model. Nou, dat valt wel mee. Ik heb tussendoor ook nog, ben ik nog altijd als model gewoon aan het werk geweest. En dat is ook heel leuk. Maar wat verdient dit? Want er worden straks, weet ik veel, 100 miljoen spelletjes verkocht. Wat krijg jij daarvan? Er zijn geen royalties of iets. Je bent gewoon ingehuurd voor die opdracht, je krijgt er betaald en daarmee klaar. Ik zou die Femke Jansen wel even bellen, kijken wat hij gekregen heeft. Zou die royalties krijgen, toch? Denk je? Ja, dat weet ik niet, maar ik zou wel even kijken wat een bondkul verdient. Want is er niet een gevaar, Jeroen, in de zin van dat zij is nu ingescand. Ja, hadden we net even zit er nu ergens op een server bij die spelletjesontwikkelaar. Ja. En die kun je volgend jaar gebruiken voor een voetbalspel, over 2 jaar voor een... wat je net al zei, Konami, groot de producer, daar zal het echt niet mee gebeuren. Maar wij gebruiken ook heel vaak 3D images. En die gebruiken we dan van stock sites. Want wij hebben natuurlijk niet geld om dit soort dingen te regelen. Dus dat zijn sites waar je gewoon iets van precies, af kunt halen? Precies, kun je dan modellen van afhalen. Helemaal ingescande 3D modellen. Ja, en daar, wij kunnen ermee doen wat we willen. Ja, dus een beetje een eng idee, Stephanie. Ja, maar ik ga er echt wel vanuit dat het een bedrijf als Konami is het goed geregeld. En ook omdat ik als ook model werk. Ik bedoel, normaal zou je ook... je vertrouwt iemand ook met je foto's. En normaal is het ook zo dat ze alleen recht hebben om het voor het product waarvoor je getekend hebt te gebruiken. En ik denk dat het met computerspellen precies hetzelfde geregeld. 1 september komt het spel uit. Metal Gear Solid 5 kost denk ik €1,70. Dat doen die spelletjes. Ga je dan ook de hele wereld over voor een promotietour? Daar heb ik nog niet. Ik heb nog geen plannen. Het zou heel leuk zijn. Maar nog even afwachten. Ga je het zelf spelen, het spel, überhaupt? Ja, dat lijkt me wel heel leuk. Ja, want je houdt van die spelletjes, ja, hè? Ja, zeker. Ik ben altijd al een gamer geweest. Dus ik heb de vorige spellen ook gespeeld. Ja, en jullie ook, mannen? Ja, zeker spelen. Tegen elkaar. Ja, zeker. Nee, kan niet, hè? Tegen elkaar. Nee? Kan niet? Nee, dat is singleplayer. Oké. Maar dan wel met 2 mensen. Dat is wel fijn. Okay. Dankjewel.